Goedenavond en welkom. Dit is RTV 1 Piratencafé. Nou, ik heb de vinylsingles weer aan de kant geschoven. Misschien wil je nog singles draaien vandaag? Nou ja, we kunnen er altijd wel eentje draaien, toch? Eén of twee? Ja, of drie of vier. Dan heb je geen tijd meer om lekker te babbelen straks met Patrick. Nee, dat is zo. Anthony, welkom. Je bent weer live hier aan de bar tijdens RTV 1 Piratencafé. Heb je nog wat in de media gelezen trouwens? Want er is heel wat aandacht geweest in de media over piraterij. Ja, dat klopt ja. Zo had RTV Noord ook een peiling lopen van bij Lopend Vuur over piratenzenders moeten meer ruimte krijgen. Oké. Okay. En dat was geloof ik afgelopen woensdag. Dat was een polvraag of zo? Ja, zoiets. Dat ging erover dat de etenpiraten meer ruimte moesten krijgen over, nou ja, over een stukje ruimte op de band, zeg maar. Zal dat erdoor komen? Nee, dat denk ik niet. Ik ben bang van niet. Nee. Ze zullen toch wel weer doorwijzen, verwijzen naar internet. Dat denk ik ook wel. En natuurlijk, nou ja, wat jij denk ik ook wel hebt gelezen met de boetes. Ja, inderdaad. Die zag ik van de week ook voorbij komen. Ik schrok ervan. Ja, ik ook. Einde van het jaar willen ze het naar €15.000 hebben. Hè? In de plaats van €2.500 als je gepakt wordt, dan zou je inderdaad een bekeuring krijgen van €15.000. Ja, dat, ik vind het wel erg overdreven, hoor. Dat denk ik ook. Maar ja, wat je dan juist meer gaat krijgen zijn natuurlijk de onbemande zenders. Ja. Ja. Van de week waren er ook weer een aantal piraten gepakt trouwens, hè? Ja, dat klopt. Zo, het weekendformatie uit Zuidoost-Drenthe, die was live op de 94.6. Die kwamen wereldwijd door zo'n beetje. Of nou ja, wereldwijd is ook wel overdreven, maar Duitsland... zelfs bericht uit Noorwegen. Noorwegen? Ja, en ik heb iets in een groepsapp voorbij zien komen over een stukje dat ze ook iets in Duitsland stoorden. Dat de RDI was ingelicht door Duitse AT, of ja, hoe heet dat in Duitsland eigenlijk? Ja, daar vraag je mij wat. Dat weet ik niet. Nee, nou ja, maakt verder ook niet uit, maar ja... Maar wat ik wel elke keer terugzie, dat is ja, dat wat ik toch een beetje wil ontkrachten eigenlijk. Want ik zie heel veel berichten met dat etenpiraten heel agressief zijn en weet ik veel wat allemaal in een troep van achterlaten. Maar nou heb ik bepaalde foto's gezien dat ze bijvoorbeeld de antennekabel in stukjes knippen en alles. En ja, het blijft gewoon liggen. Het wordt volgens mij niet opgeruimd hè, door het RDI. Tenminste, ja, de foto's die ik zie, dat het blijft altijd wel wat liggen. Hè. Of de zender die ze helemaal in goord slaan en ja... Je kan er in ieder geval tussenkabels nog van maken, toch? Kleine mini-stukjes. Dat wel. En dan zag ik toevallig laatste foto dat ze de zender wel heel hebben gelaten. Dus, zou wel een mooiste zijn, toch? Dan kun je hem weer een keer aan de praat brengen. Ja, dat is zeker waar. Verder. Is er nog verder nieuws? Nou ja, zo 1, 2, 3 wat ik heb gezien niet. Maar... Nou, heel veel media-aandacht in ieder geval. Dat absoluut wel. Maar dat ging voornamelijk over, over Nieuw-Amsterdam dan natuurlijk. Over de weekendformatie. Wat een stunt ook. Ja, zo'n dikke zender. Hoeveel stond erop? 10 kilo of zo, geloof ik? Ja, zo'n beetje. Ja, maar ja, natuurlijk, kijk, als je in Finland of zo doorkomt, of Noorwegen, kijk, ja, dan... Dan moet je ook een hoogte hebben. Dat ook. En heel veel antennes, heel veel. En natuurlijk de condities niet te vergeten. Nee. Hey, we gaan even muziek draaien. Radio Semmler? Ja, gaan we doen. Patrick kan ook straks ieder moment binnenkomen. Dan, die was onderweg, inderdaad. Die was al onderweg? Ja, hij was er zo, zei hij. Nou, dan gaan we even een paar plaatjes draaien, dan... Dan zal die er wel zijn. En dan mag je even lekker met hem babbelen. RTV 1, Piratencafé. Piratencafé. Met M.O. Spiart. M.O. Spiart. En Anthony Hooyer. Ik was in mooi Hawaii. Winnie, 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 winnie. Wanna, 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 wanna. Zon aan mijn zilveren bij. Winnie, 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 winnie. Wanna, 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 wanna. Opeens kwam jij voorbij. Winnie, 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 winnie. Wanna, 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 wanna. En lachte tegen mij. Hallo, hey. Daar de tamoree. Ik vroeg haar, ga je met me mee? Ver over zee. Maar oh wee. Daar kwam een grote Hawaiian. Die is er met mijn lieve schat van doorgegaan. Winnie, 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 winnie. Wanna, 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 wanna. Was toch zo reuze fijn. Winnie, 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 winnie. Wanna, 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 wanna. Op Hawaii te zijn. Winnie, 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 winnie.
waar wanna, 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 het bleek in sprookjesnacht. Winnie, 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 wanna, 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 dat had ik nooit verwacht. Hallo, hé, wij dansten daar de tamoré. Ik vroeg haar, ga je met me mee? Ver over zee. Maar oh wee, daar kwam een grote Hawaiian. Die is er met mijn lieve schat van doorgegaan. La la la, la 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 la. Het schip ligt gemeerd en de zeeman is vrij. Hij gaat met plezier aan de wal. De kroegen zijn open, de meisjes zijn blij, omdat hij nu snel komen zal. Drink leeg nou de fles, schenk de glazen weer vol. De barpianist speelt een lied van zee en van zon, van een land ver van hier, van heimwee en zeemansverdriet. Heimwee naar een land aan de Noordzee. Heimwee naar dat huis aan de kust. Heimwee naar een vrouw en twee kinderen ver van hier. Heimwee naar een ogenblik rust. De reis zit erop en de zeeman is vrij. Hij springt op de trein, snel naar huis. Zijn plunjezak zit vol met dingen van ver. Hij kust vrouw en kind eindelijk thuis. En twee weken later, het huis wordt wat klein. Zijn vrouw kijkt hem aan, snapt het niet. Dan draait hij een plaat en luistert wat stil naar heimwee en zeemansverdriet. Heimwee naar een land in de Zuidzee. Heimwee naar een zonnige kust. Heimwee van hier. Heimwee naar een ogenblik rust. Ik zie al een bekend kopje hier aan de bar zitten. Is dat hem? Ja, dat is hem, hè? Oh, kijk, dat is de Atlantis Noord. Onder de masten bij de huizen genieten we van de muziek. Hier in mijn kamer met al mijn vrienden, Atlantis Noord. Want elke woensdag, dan gaan we zenden, ja dan is het feest. En inmiddels is hij aangeschoven, een hele goede avond, Patrick. Hey, goedenavond Anthony en Emmo. Leuk dat ik hier ben. Lang geleden, maar leuk. Ja, dus lang geleden dat je hier bij RTV 1 bent geweest, volgens mij. Hè? Nou ja, ik ben nog nooit bij RTV 1 geweest. Maar in het verleden, toen Emmo zijn vorige programma had, heb ik al een keer vorige week op de radio gezegd aan de telefoon. Radio Parkstad. Maar goed,
Daar is niet meer. Nee, dat is tegenwoordig allemaal RTV1, hè? Maar Patrick, vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Ja, wat wil je weten? Ik vroeger natuurlijk etenpiraat geweest. Daarom ben ik ook hier. Ik bedoel, dat is ook het programma hier. Piratencafé. RTV1 Piratencafé, inderdaad. Klopt. Dus wat heb je dan? Ja, oude piraten van vroeger. Nou, ja, ben ik geweest. Nou, en wat wil je verder weten? Nou ja, ik ben wel eens benieuwd van hoe is het allemaal begonnen? Nou, heel vroeger, toen ik nog thuis woonde, en dan praat je echt al over jaren geleden. Nou, ooit begonnen bij Koen de Moonlight als klein jongetje. Die betrok mij bij het piratenwezen. En van kleins af aan ermee in opgegroeid. En altijd gewoon piraat geweest. Tot ik uit huis ging, vader werd en noem maar op. Dus zo ging dat. Toen had je zeg maar andere prioriteiten. Ja, op dat moment, je bent jaren piraat geweest. Een mast achter thuis, noem alles maar op. En op een gegeven moment komen er toch kinderen in het spel. Vrouw, kinderen en ja, andere prioriteiten. En ja, de boetes zijn natuurlijk ook in die tijd, waren toen niet mals. Nee, dat wil ik wel geloven. Dat was denk ik dan nog in de gulden tijd, of? Ja, dat was zeker in de gulden tijd, ja. En hoe zag jouw installatie er dan uit? Om een beetje een beeld bij te krijgen, zeg maar. Het was heel, heel simpel in principe. De studio die ik had, dat was gewoon een bar met diverse cd-spelers toen de tijd. Met een mengpaneel, een microfoon, noem maar op. En als je kijkt naar de zender zelf, die werd ook onderhouden door de Moonlight. En ik heb werkelijk waar geen verstand van zenders. Okay. Dat werd gewoon in elkaar gedraaid en ik draaide iedere week maar weer. Dus het was gewoon een kwestie van de stekker erin en gaan met die banaan? In principe wel. Even leek alles een droom voor altijd, maar dat was maar schijn. Even was alles verdoofd met geluk, onze zorgen maar klein. Maar al heel snel kwam een ander en liet jij me zitten, weer was ik alleen. Mijn leven met jou was maar kort, maar nu weet ik dat liefde vergaat als je beide niet leeft als voorheen. Voel het geluk dat ik miste en proef nu de smaak van bevrijding. Al ben ik alleen en gaan wij door het leven apart. Vele maanden van haat en verdriet, om de scheiding die jij zo graag wou, is de vrede weer terug in mijn hart. En na jaren ben ik weer mezelf zonder jou. Dat jij bij me weg bent gegaan, heb ik uren gedwaald. Zag de zin van het leven niet meer, ik heb mijn tol nu betaald. Maar ondanks alles verdween dit gevoel, en nu zie ik geluk in het verschiet. Ik kan nu weer lachen als vrienden me vragen hoe leeg ik me voelde die avond dat jij mij verliet. Voel het geluk dat ik miste en proef nu de smaak van bevrijding. Al ben ik alleen en gaan wij door het leven apart. Scheiding die jij zo graag wou, is de vrede weer terug in mijn hart. En
En na jaren ben ik weer mezelf zonder jou. Voel het geluk dat ik miste en proef nu de smaak van bevrijding. Al ben ik alleen en gaan wij door het leven apart. Na zo'n vele maanden van haat en verdriet om de scheiding die jij zo graag wou, is de vrede weer terug in mijn hart. En na jaren ben ik weer mezelf zonder jou. Ik alleen te wandelen in het bos. Het was er stil om me heen, maar plots klonk er een schot. Ik keek voorzichtig in het rond, dacht hier is iets niet pluis. Een vogel lag daar zwaar gewond, ik nam hem mee naar huis. Die kleine dat het bleef bij mij. En als hij op mijn schouder zat, zong hij een liedje blij. Die kleine merel is mijn vriend, hij heeft mijn vriendschap echt verdiend. We delen met elkaar de eenzaamheid. Hij bleef bij mij vanaf die dag, nog hij toen zwaar gewond aan lag. Ik wil mijn lieve kleine vriendje nooit meer kwijt. Op een morgen was hij weg en ik dacht toen vol spijt. Mijn kleine vriend is terug naar het bos, voorgoed ben ik hem kwijt. Maar op een dag toen hoorde ik toch zo'n bekend geluid. De merel met zijn vrouwtje zaten samen voor mijn ruit. Die kleine merel is mijn vriend, hij heeft mijn vriendschap echt verdiend. We delen met elkaar de eenzaamheid. Hij bleef bij mij vanaf die dag, dat hij toen zwaar gewond aan lag. Ik wil mijn lieve kleine kleine vriendje nooit meer kwijt. Goed, je hoorde de voortaak met het geluk dat ik miste. En daarna Anita van der Rapsodies met de kleine merel. Nou, vertel eens Patrick, wat had je eigenlijk met deze nummers? Nou ja, in die tijd waren dit gewoon echt de piraten classics. En ja, dat soort muziek, dat draaide ik altijd. En ik ben sowieso van de Telstars, de oudere muziek. En niet zozeer van de nieuwere muziek. En ja, dit werd gewoon heel veel gedraaid in die tijd. En we praten natuurlijk niet over 2 jaar terug. We praten echt over 20 jaar terug. En dat is natuurlijk ook een verschil. En hoe reageerde jouw omgeving er eigenlijk op?
Nou ja, wat ik al zei, ik draaide toentertijd iedere woensdag van 10 tot 10. En heel veel bedrijven, particulieren, noem maar op, luisteren gewoon naar dit programma. En dit wordt gewoon aangevraagd. En ik vind het natuurlijk zelf ook hartstikke leuk. En iedereen luisterde dit. Dit is heel normaal. En had je dan ook echt een specifieke doelgroep of zo? Of dat mensen echt naar de vaste luisteraars bleven bellen? Of sms'jes? Of... Nou ja, in die tijd, sms'jes was... tuurlijk, was er ook wel al. Maar in die tijd was het nog vooral de vaste lijn. Dus het 0598-nummer vanuit Veendam gezien. Maar dat werd toch geregeld gedraaid door diverse mensen. En ja... Dit soort muziek was gewoon altijd de vraag. En ja, zeg maar. Oh, ja, nee, maak je verhaal maar af. Degene die vraagt, ja, dat wordt gedraaid. U vraagt, wij draaien, zeg maar. Dat is het motto. En is het dan ook zo dat je nog steeds dat muziek mooi vindt? Of ben je nou echt op een andere genre uitgekomen na de loop van de jaren? Nou, sterker nog, ik heb zelfs mijn zoon, die op dit moment 13 is... meegenomen in dit soort muziek. Die draait in de voetbalkleedkamer dit soort muziek. Dus nee, nog steeds dit soort muziek. Dus andere woorden, jong geleerd is oud gedaan. Zou je kunnen zeggen. Vorige week buiten de uitzending hebben we het er ook nog over gehad. Dat je veel jeugd tegenwoordig ziet rijden op de fiets met zo'n boombox achterop. En dat ze tegenwoordig wel eens polkaatjes draaien. Dat klopt inderdaad. Hè? En ja, weet je wat het ook is? Je hebt ook nou ja, heel veel... social media, zoals TikTok en weet ik veel wat allemaal. Waar bijvoorbeeld Lizzie speelt niet meer met voeten en ineens weer heel groot is geworden. Terwijl dat onder de piraten al best wel bekend was. Of zoals Engel Bewaarde, weet je wel. Dat komt allemaal weer in een nieuw jasje. Maar ja, het is wel altijd een beetje ja, blijven sudderen, denk ik. En als ik daar even op in mag haken. Engel Bewaarde, Lizzie speelt niet met je voeten. Dat zijn nou net de nummers die ook de jeugd van nu... Als ik kijk naar mijn zoon die nu 13 is... nog steeds spelen. En er wordt gedraaid, het wordt geluisterd. Enorme hits. Ook in het voetbal, waar ik ook in betrokken ben. Maar het is gewoon zo dat dit soort nummers zijn nog steeds, ook al is het van jaren terug, nog steeds wordt er geluisterd. Tegenwoordig die piratenfeesten bij Tucker FM. Heb je daar wel eens van gehoord? Tucker FM, die piratenfeesten. Een soort mega piratenfestijn, maar dan van Tucker FM. Dat, sterker nog, dat volg ik iedere keer als het online wordt uitgezonden. Ik heb het iedere keer in de auto erop staan. Dat zeker. Ik bedoel, dat is nou net juist de muziek van toen. Nou, wat ik wel grappig vind. Kijk, we hebben het net even over jeugd en zo. Jan Brongers van het Sneeuwbaltrio, die ken je ook wel, die drummer? Ja, zeker. Nou, die heeft dat dus meegemaakt. Hè? Die is daar geweest bij de Tucker FM-feest. Nou, wat Jan tegen mij had gezegd. Was dat ze het best wel gaaf vonden, zeg maar, dat al dat jeugd, de nieuwere generatie, zeg maar, gewoon al hun oude nummers van jaren geleden gewoon hardop konden meezingen. Nou ja, en dat is nou precies wat ik zei. Ja. Heel veel jeugd van tegenwoordig, die mensen die groeien op met dit soort muziek. En als je van dit soort muziek houdt, iedereen kent het. En het is heel makkelijk mee te zingen ook natuurlijk. Ja, goedenavond trouwens, had ik nog niet gezegd tegen jou. Hey, Emo. Lang geleden inderdaad. Ja, je had het er net al over met Anthony van God, dat je te gast bent geweest tijdens de Vanille Express. Jaren geleden. Heel lang geleden. Ja, 8-9 jaar geleden, zo'n beetje. Dus, ja, zoiets zal zijn. Ja. Ja, in Veendam toen nog. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, ik ken je ook van de piraterij. Ja, je hebt mij een beetje besmet vroeger met de piratenwereld. Dat weet ik nog wel. Nou, sterker nog, ik denk dat je... De eerste plaatjes. Als ik naar jou kijk... Ja. En ik zie jou nu hier voor mij. Jij bent bij mij begonnen. Ja. Als klein jongetje. Dat klopt. Een jaar of 11, 12. Hoe vond je dat? Ja, leuk. Ja. Een hele ervaring. En nog steeds zit je bij de radio en het gaat hartstikke goed. Ach ja, ik brabbel gewoon wat aan elkaar en het komt er gewoon uit. Hè? Ja, nou, zoals bij mij ook. Zo, maar we hebben het over de Atlantis Noord vandaag, hè? Niet over mij. Nee, dat is zeker waar. Alleen, ik mag graag benoemen dat jij in dit geval wel bij mij begonnen bent toentertijd. En ja, ook een keer gepakt bent. Ja, dat klopt. Hoe vond je dat? Ja, je draait de rollen nou een beetje om, hè, Patrick?
Jij mag het even uitleggen, dit keer. Want vorige week kon ik me bijna niet stil houden. Dus ik wou dat vertellen. Maar... Nee, dat heb ik wel gehoord. Ja. En toen brabbelde ik maar over een telefoon snel. Maar jij weet precies wat ik wou vertellen. Klopt. Jullie belden toen onverwacht van... wil je een keer in de uitzending komen? Nou, prima. En als ik dan... het zo beluister, dan zit je nog steeds met het verhaal dat je ooit een keer bij mij gepakt bent. En ja. Nou, daar gaan we straks even heel uitgebreid over hebben. Welke plaat gaan we even draaien? Goed, als je het dan hebt over de platen van vroeger. En als ik dan denk aan mijn jeugd, mijn opa en oma, die vonden Mia en Leo als zwanen beginnen te trekken. Geweldig. Zongen ze mee? Ik vind dat een geweldig nummer. Oud, maar goud. Zwanen beginnen te trekken, dan is hier de zomer voorbij. Dan trekken ze naar warme landen en wij blijven hier. Bruin door de zon, vanaf het balkon, ziet men de kinderen vaak spelen. Op zand en op straat, soms tot s'avonds laat, geen zorgen, geen lach van de zon. Zwanen beginnen te trekken, dan is hier de zomer voorbij. Dan trekken ze naar warme landen en wij blijven hier. Gaat snel voorbij, dat wij van de zon profiteren. Begrijpt het soms niet, voordat je het ziet, is dan de zomer voorbij. Wat wij van elkander
vader wist er was niet veel te vandaag. En toen kwam wat er komen moest, onze eerste strijd. Stort dan nu je kaarten huis, toch onverwacht zeer. Hoe kan dat zijn? Ik heb je niet de hemel beloofd, zoals het op aarde nergens is. Tranen zullen er zijn, ook al heb je elkander lief. Ik heb je niet de hemel beloofd, alleen mijn hart voor alle tijd. Ik hou mijn woord, ik ga nooit bij je weg, want voor mij telt alleen jij. Bij je blijven, wat er ook gebeurt. Toch kan ik het niet verzwijgen dat ik fouten heb. En ik denk in sommige dingen niet zoals jij. Dat komt erbij. Ik heb je niet de hemel beloofd, zoals het op aarde nergens is. Tranen zullen er zijn, ook al heb je elkander lief. Ik heb je niet de hemel beloofd, alleen mijn hart voor alle tijd. Ik hou mijn draaide iedere woensdag. Iedere woensdag van 10 tot 10. En wie begon er met jouw uitzending? Want jij was zelf aan het werk. Ja, in die tijd woonde ik nog thuis. En ja, ik werkte overdag. Dus mijn moeder, die deed dan de plaatjes draaien overdag. En af en toe ging dat niet helemaal goed. Wat ging er niet goed? Nou ja, ze had wel eens een momentje dat ze de bandrecorder vergat. Waardoor je dus en haar stem hoorde, maar ook de band die eerder gedraaid was. En nou ja, daar ben jij toen een keer op ingesprongen. De bandrecorder gebruikte je voor echo. Dat was wel de bedoeling. Dus dan heb je dus je had een Akai bandrecorder. Ja, dat klopt. En die had je in de plaat. En die stond inderdaad niet op opname, maar die stond op play. Niet op opname, maar inderdaad op afspelen. Ik zat nog op school, ik hoorde dat. Ja, en toen En toen hoorde ik in één keer een je moeder praten. En ik hoorde jouw stem van een vorige uitzending. Ja, dat klopt inderdaad. En toen, ik denk van, dat gaat niet helemaal goed. Toen ben jij vanuit school naar mijn moeder gegaan. Naar mijn studio toen de tijd. En daar ging het mis. Daar ging het mis. Deed ik het niet goed. Jij deed het hartstikke goed. Jij hebt mijn moeder hartstikke goed geholpen. En, ik heb de bandrecorder op stop gedaan. Want op stop gezet. Want ja goed, ik wist ook niet hoe dat ding helemaal. Dat ding op de opname moest en zo. Daar had ik ook nog geen verstand van. Maar ik heb inderdaad de verzoekjes opnieuw opgenoemd toen in die tijd. En toen ging de deurbel. Nou, in die tijd, laat ik zo zeggen, jij was toen al een aantal weken, misschien wel maanden bij ons. Van wij draaiden al een tijdje. En jij als klein jongetje, die kwam toen bij ons voor het eerst. Mijn papierstammetje. Inderdaad. Klein jongetje, klein stemmetje, noem alles maar op. En je kwam bij ons. En dat is toen verder zo gelopen. En
Ja, jij wilde ons helpen. Ik was toen aan het werk. Mijn moeder die draaide dan overdag in de tijd dat ik werkte. En daar ging het niet helemaal goed. En jij wil mijn moeder helpen. En toen werd er gebakt. Toen ging de deurbel 10 keer achter elkaar. En wat zei je moeder toen tegen mij? Dat is familie, want Alex die doet dat altijd. Ja, dat klopt. Dus je moeder liep naar beneden toe. En toen kwam meneer Van der Star en ik erboven. Ja, dat is inderdaad zo gebeurd. Ja, wij zijn aan het uitzenden, zei je moeder. Dat weet ik nog wel. En toen zei meneer Van der Star, maar hij zit achter de apparatuur. Ja, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Want ik was op dat moment aan het werk. Maar dat zal zo zijn. En ik heb de verhalen achteraf natuurlijk niet 20 keer, maar wel 100 keer gehoord. En dat is wel gebeurd. Ik kijk zo naar jou en zit hier alleen zoals jij. Ik zie jou stralen, vragen naar de kansen voor mij. Kom zachtjes naar je toe, zoals men dat doet, de vraag je naam. Zoek woorden om je te houden, of wil jij nu al gaan? Maar je weet, ik heb niemand anders. Maar jij bent zo helemaal anders, zo helemaal anders. Ik heb niemand nodig. Alleen maar jou. Je hoeft me niet te vertellen wat jij vandaag hier doet. Maar als ik je niet gemist had, dan was dat beslist niet zo. Het is misschien verkeerd, maar ik houd je in mijn maat. Het zal niet meer gebeuren, want ik neem je mee voor deze nacht. Maar je weet, ik heb niemand anders. Maar jij bent zo helemaal anders, zo helemaal anders. Ik heb niemand nodig, alleen maar jou. Maar je weet, ik heb niemand anders. Maar jij bent zo helemaal anders, zo helemaal anders. Ik heb niemand nodig, alleen maar jou. Goed, we draaien een plaatje met José, ik heb je niet de hemel beloofd. En daarna de Starfighters met niemand anders. Zeg Patrick, dat is een vraag. Ja, ik weet dat jij nog een beetje bezig bent met muziek, maar zit er nog een beetje toekomst in of zo qua draaien of qua zenden? Nou, weet je wat is? Ik af en toe, er is een internetradiostation waar ik af en toe een keer op bezoek kom. En daar doe ik af en toe mijn ding. Maar het is niet zo dat ik denk van de mast weer omhoog en we gaan weer. Zo is het ook niet. De tijden tegenwoordig, ook met de boetes tegenwoordig, hebben we het eerder over gehad. Dat is niet meer te doen. Nee, je vindt het zeg maar te duur worden ook. Ja, qua boetes en qua aanschaf misschien. Je begint natuurlijk weer opnieuw. Het is gewoon zo. En dan moet je gewoon reëel zijn. Ik ben ondertussen 40 jaar. Ik heb een gezin, een samengesteld gezin met 6 kinderen. 15.000 euro boete is niet niks. Nee, dat geloof ik direct. Dat ligt er niet om inderdaad. Daar hadden we het eerder in de uitzending ook al over. Dat die 15.000 euro, het is nou nog natuurlijk 2500 euro.
Ja, daar mag je een hypotheek voor afsluiten volgens mij. Nou, dat bedoel ik. En daarom zeg ik ook. Tuurlijk, muziek blijft leuk. Nederlandstalig muziek blijft leuk. Piratenmuziek blijft leuk. Daarom zijn we hier. En hartstikke goed. Het is wel zo. Ja, je moet de kerk een beetje in het midden laten, zeg ik altijd. Dus voor jou geen FM-piraterij meer? Nee, op dit moment niet. En wat ik al zei, ik vind het leuk om af en toe een keer... Nou ja, bij een internetradiostation een keer een paar plaatjes te draaien. En dan is het ook wel weer klaar. En volgens mij weet ik ook wel bij wie je dan wegdraait. Dat mag jij mij vertellen dan. Nou, ik denk bij mijn vader en moeder, want ja, die luisteren ook elke zondag natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Ik, af en toe dan ben ik daar inderdaad, zit ik daar op een stoeltje en dan achter de pc zit ik daar te draaien, dat klopt. En waar ben je nu dan al zo mee bezig op het moment? Nou, op dit moment natuurlijk, en dat is ook wel bekend, heel veel met voetbal. Ik ben vanaf mijn 18e jaar ook al trainer in het voetbal. Zowel jeugd als senioren de laatste anderhalf jaar in Foxhol, hoofdtrainer van FVV. En ja, dat loopt allemaal prima. Maar het is veel bij ons thuis gaat het over gezin en voetbal. Tell you that she wants me back. Tell her no, I gotta go. I just wanna dance the night away with senoritas who can sway. Just like the sun in-
gaat je goed, ik zal je missen. Dat was het laatste wat je zei. Lief en leed deelden we samen. Is dat nu allemaal voorbij? Vooral de nacht, het is koud en donker. Het valt me zwaarder dan ik dacht. Om thuis te moeten komen. Oh, als er niemand op je wacht. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Je moest eens weten hoeveel ik van je hou. Waarom moest dit zo overkomen? Wat is er over van die dromen? Hebben wij nu niet meer met elkaar. Voor praten hadden wij geen tijd. Is het nu te laat, ben ik je kwijt. Krijg je niet uit mijn gedachten. Ik hoor je stem nog, hoe je lacht. Waarom is dit nu voor mij? Ach, we hadden heel veel ruzie. Niemand wou de minste zijn. We hebben allebei verloren. Al wat overblijft is pijn. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Je moest eens weten hoeveel ik van je hou. Waarom moest het zo overkomen? Wat is er over van die dromen? Hebben wij niets meer met elkaar? Is nu te laat, ben ik je kwijt. Krijg je niet uit mijn gedachten. Ik hoor je stem nog, hoe je lacht. Waarom is dit nu voorbij? Is dit voorbij? Goed, je hoort een plaatje van de Mavericks met Dance the Night Away. En daarna een plaatje van André Hazes met Eenzaam zonder jou. Nou Patrick, leg eens uit. Wat, wat heb jij met deze nummers? Nou, ik vind altijd, en dat heb ik altijd gedaan ook in mijn piratenbestaan, dat het niet alleen Nederlands hoeft te zijn. Dus dat kan ook gewoon een Engels plaatje zijn. En het hoeft niet allemaal van een nieuwe tijd te zijn. Maar gewoon een Engels plaatje, de Mavericks. Doet mij ook denken aan het voetbal bij de BV Veendam vroeger. Werd altijd gedraaid in het stadion. En Eenzaam zonder jou, dat is een nummer van André Hazes. Ja, dat draai ik al jaren. En dat Hazes is de basis. En dat blijft gewoon bestaan. Muziek is emotie. Zo is het ook. Maar goed, Patrick, als je eens terugkijkt op alles. Hoe heb je het allemaal ervaren als piraat zijnde? Nou ja, hartstikke leuk. En natuurlijk, als ik weer in zo'n studio ben als dit. En af en toe, zoals we net genoemd hebben, bij jouw ouders kom. En achter de mengpaneel, achter het mengpaneel zit. Dan denk ik van, ja, hartstikke leuk. Maar ja, wat geweest is het geweest. En het is leuk zo. En natuurlijk, Nederlands muziek blijft bestaan. Hoop ik. En dat gaat gewoon door. Dus eigenlijk wat je er een beetje mee bedoelt te zeggen is, het was leuk, maar zolang het duurde.
Nou, niet helemaal, want Tucker FM, wat ook al eerder genoemd is in de uitzending, Tucker FM, dat is op dit moment een radiostation waar natuurlijk heel veel van dit soort muziek draait. En van de ouderwetse Nederlandstalige muziek. Nederlandstalige muziek, piratenmuziek, wat voor boete er ook op staat, het blijft gewoon doorgaan. Want zij zit er alweer bijna op, Anthony. Ja, het ging weer heel snel vandaag. Ja, Patrick, hoe vond je het hier trouwens? Want het was al wat jaren geleden zeg maar, dat je hier was geweest, maar... Ja, nou ja, ik vind het hartstikke gezellig. Ik bedoel, ik kreeg de uitnodiging vorige week en het is leuk gewoon om weer in een studio te zijn. Een echte studio, in plaats van... achter een pc'tje voor het internet. Ja, dat is toch even anders, hè? Zo in de echte studio van RTV1. Ja, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ik vind het ook hartstikke leuk dat jullie mij gevraagd hebben, dat moet ik ook zeggen. Ik bedoel, dat jullie mij belden, daar was ik behoorlijk verrast over vorige week. Maar hartstikke leuk. Dus we gaan er niet meer meemaken in je slaapkamer? In de slaapkamer waarschijnlijk niet, MO. Maar goed, dat, die tijden zijn veranderd. En ik vind je een hele leuke kerel, maar de slaapkamer... Nou, ik bedoel dan meer met draaierij, hè? Oh, dat zei je niet. Zeg, Patrick, heb je nog iets wat je nog wou zeggen of zo? Of? Nou ja, allereerst, ik vind wat ik net ook al zei. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie mij uitgenodigd hebben hier bij RTV 1. Lang geleden echt op de officiële radio nu. Ik bedoel, vroeger was het altijd piratenmuziek, piratenzender. En nu op de officiële radio. Nou, dat is mij dan, behalve bij Radio Parkstad, nog nooit gebeurd. Dus nee, hartstikke leuk. Ik wil jullie bedanken. Graag gedaan en leuk dat je erbij was vandaag. Vond ik ook, Emmo en Anthony. Straks naar het journaal kun je luisteren naar De Gouden Uren met Lucky Joe. Hij is tot 12 uur vanavond bij je, dus laat de radio lekker aanstaan. En als je nog één plaatje mag kiezen waarmee je uit wil gaan, welke zal dat dan zijn? Nou, dat is voor mij heel makkelijk. Dan kies ik een nummer die ik ooit zelf ook een keer gezongen heb. Ook wel opgenomen heb, maar ik kies voor Benny Botram met Ieder Uur. Onder de masten bij de huizen genieten we van de muziek. Hier in mijn kamer met al mijn vrienden, Atlantis Noord. Want elke woensdag, dan gaan we zenden. Ja, dan is het feest. RTV 1, Piratencafé. Piratencafé. Met Emmo Spiart. Emmo Spiart. En Anthony Hooyer. Het was wel even gezellig met Patrick vandaag. Zeker, de tijd ging weer heel snel, hè? Net als anders. Wat was de hoogtepunt voor vandaag? Ik bedoel, wat wist je nog niet over Patrick als piraat zijnde? Nou, ik wist bijvoorbeeld niet dat het elke woensdag was van 10 tot 10. Ik wist wel dus dat hij had gedraaid, maar dat het ook echt zo veel was en zo vaak, dat wist ik nog niet. Veel luisterplezier bij Lucky Joe straks naar het journaal. Volgende week zijn we bij je terug. En vergeet natuurlijk ook niet onze Facebookpagina te liken. RTV1 Piratencafé. Tot volgende week. Hoi. Ieder uur dat je bij me bent. Ieder uur dat ik jou ben. Jouw ogen stralen in de zon. Ik wou dat ik jou nu kussen kon. Omdat je nu niet bij me bent. Ieder uur dat je bij me bent. Ieder uur dat ik jou ben. Je bent me alles wat ik had. Doe vergeef me lieve schat. Ik hoop dat jij terugkomt bij mij. Ik wil voorgoed mijn liefde geven. En alles met je delen. Je bent voor mij die ene vrouw. Waar ik zoveel van hou, er is geen tweede in mijn leven. Ik wil voorgoed mijn liefde geven en alles met je delen. Je bent voor mij die ene vrouw waar ik zoveel van hou, er is geen tweede zoals jij. Ieder uur dat je bij me bent.
iedere keer dat ik jou ben. Je ogen stralen in de zon. Ik wou dat ik jou niet kussen kon, omdat je nu niet bij me bent. Ieder uur dat je bij me bent. Ieder uur dat ik jou ben. Je bent me alles wat ik had. Toegeef me lieve schat. Ik hoop dat jij terugkomt bij mij. Ik wil voor goed mijn liefde geven en alles met je delen. Je bent voor mij die ene vrouw waar ik zoveel van hou. Er is geen tweede in mijn leven. Ik wil voor mijn liefde geven en alles met je delen. Je bent voor mij die ene vrouw waar ik zoveel van hou. Er is geen tweede zoals jij. Er is geen tweede zoals jij. Er is geen tweede. Ik had een neefje in Tulodderveen, het was op zoek zulks op eend. Hij kreeg een boomdogens in Hilversum, dan was het dialect ontweend. Dij veend, dan was het dialect ontweend. Vrouw Voelskolaar, het klank en doppenzuik, blijf ik maar ook zo vrij. De vrouw zegt, oma, wat is watergruw? Schatten, zeedijk, brei, mijn wind, dat is kreentje brei. En als ze voortgaan, zeggen ze toch weer doei. Als ze drinken, zeggen ze hoi. Ik heb er beide maar aan, te langvoudig in uit stoer. Ik zeg gewoon, heel simpel mooi. Word al gekker met ons eigen tol, ben gaan daar rauwen goodbye. Al is dat vruig, mijn zwoger Jan uit stad, dat is niks voor mij. Zee Jan, dat is niks voor mij. Kwam leest over u den kuzen, gaat wicht en zet nooit zijn. Ze zei ik vuil niet door zo slim alleen. Ben blijde dat ik grun weer zij. Zee zij, ben blijde dat ik grun weer zij. Maar als ze voortgaan, zeggen ze toch weer doei. Als ze drinken, zeggen ze hoi. Ik heb voor beide maar een boos, een eenvoudig en uit stoer. Ik zeg gewoon, heel simpel mooi. 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 Heel simpel.